Ja, bewegen, dat het goed is voor je lichaam en voor je gezondheid, dat weet iedereen. Alleen die derde pijler, die is in Nederland nog niet zo heel bekend. En die derde pijler, die komt, alle drie komen ze trouwens van de World Health Organization. Die hebben in 2010 de European Guidelines of Physical Activity samengesteld. En die bestaat uit drie onderdelen. De eerste is recreatief bewegen, verpakt in het Nederlands een ongezond bewegen, naar 30 minuten per week per dag. 60 minuten is beter. Iets meer is altijd net iets beter. Die tweede is uithoudingsvermogentraining. En dat is conditietraining voor de gezondheid. Dus uithoudingsvermogentraining, dat is voetballen, cardio fitness, een Zumba-lesje, joggen. En de derde is spiertraining. Dus je spieren belasten om er sterker van te worden. En het heeft nog meerdere gezondheidsvoordelen. Onder andere het beter verwerken van glucose en het tegengaan van diabetes. Belangrijk probleem in Nederland. Dus spiertraining is de derde pijler. Ja, we weten allemaal dat we sterker worden en dat onze botten sterker worden van spiertraining. Maar de link naar afvallen, die is nog niet altijd bij iedereen duidelijk. En die zit hem in wat we noemen bazaalstofwisselingverhoging. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Op het moment dat wij de spieren trainen, en we trainen ze op de juiste manier, goed belasten, dan zorgen we ervoor dat we eigenlijk spiercellen erbij kweken. En dat onze spierkwaliteit, spiervolume, en bij de vrouw is dat minder volume, en bij de mannen is dat door testosteron wat meer volume, dat die volume toeneemt en dat die kwaliteit toeneemt. En dat zorgt ervoor dat we meer energie verbruiken in rust. Gemiddeld genomen is dat 1500 voor mannen en 1200 voor vrouwen. Als ik een tijdje lang train, dan kan dat 1600-1700 zijn. En als ik in een afslankperiode zit en mensen doen die spiertraining er niet bij, dan heb ik meer kans om in het yo-yo-effect te vallen. Want als mijn metabolisme dan laag blijft, en ik ga ook nog op streng dieet, dan gebruik ik ook nog mijn spiermassa als energiebron, gaat die nog verder omlaag. En dat gaat dan weer normaal eten, dan heb ik een nog groter energieoverschot en heb ik heel snel het gewicht terug, maar ook nog iets erbij. Dus ja, spiertraining, een belangrijke component om de ruststofwisseling, 24 uur per dag, verhoogt je ruststofwisseling en daardoor is de kans op terug te vallen in het overgewicht vele malen kleiner. Hoe moet je nou trainen om aan die spier, ja, om dat effect te hebben? Dat is de vraag die ik vaak krijg. En ja, dan moeten we gewoon naar het inhoudelijke proces kijken. Ik begin met een training. En hoe zwaar moet ik die spier bijvoorbeeld belasten om dat optimale effect te bereiken? Want veel mensen denken, ik moet afvallen, dus ik moet zo lang mogelijk en zoveel mogelijk met de gewicht aan de slag. Dat is het niet. Helaas, want op het moment dat ik een spier niet zwaar genoeg belast, heb ik ook minder effect qua kwaliteitsverbetering. Een spier moet echt zwaar belast worden, wil die qua kwaliteit wil die verbeteren. En zo zwaar zelfs, dat hebben ze natuurlijk onderzocht en daar hebben ze getest en daar is gebleken dat als ik een spierverzuring bereik, dat betekent ik ga aan de slag en ik voel op een gegeven moment dat die een beetje zuur begint te worden en dan begint die ook weer tegen te werken en op een gegeven moment kan je echt niet meer. En dat punt, dat moet je eigenlijk rond de 12 bereikt hebben. Dus bij 12 herhalingen. Dan moet je dat punt bereikt hebben van nu is de spier zo verzuurd. Ik kan die 13, 14, die kan ik niet meer, alleen kan ik die niet meer uitvoeren. Op dat moment heb je een maximale weerstand en belasting op die spier gezet. En moet die spier zich gaan herstellen. Dus dan krijg je een herstelperiode. En in die herstelperiode krijg je ook dat je een extra verbruik krijgt. Dus dan gaat je lichaam meer zuurstof gebruiken eigenlijk in die herstelperiode. En dat is een plus die je krijgt op dat metabolisme verhogen die duurzaam is. Dus in de dag daarna, tot en met een dag daarna of nog iets langer, anderhalve dag daarna, heb je een verhoogd metabolisme überhaupt. En daarna blijft het metabolisme ook altijd iets hoger dan voorheen. Dus je hebt even een piek en dan heb je een metabolismeverhoging die duurzaam is. Mits dat je je spier blijft onderhouden. Dus zwaar belasten, 8 tot 10 oefeningen van grote spiergroepen doen, alle spiergroepen pakken. En dan, als je met gewichten traint, train zwaar met gewichten,
Want je doet het om de kwaliteit te verbeteren. Nou, pak dan ook een gewicht wat de kwaliteit maximaal verbetert. Lekker zwaar trainen, 8 tot 12 herhalingen. En daartussen in een spiervermoeidheid bereiken. Nu weten we hoe dat we een training op zich in moeten richten en hoe zwaar dat we moeten trainen. En dan is het nog de vraag van hoe vaak moet ik dan trainen? Moet ik dat elke dag doen of moet ik dat 1 keer per week doen? En eerst even naar elke dag als we daarnaar kijken. Op het moment dat ik train, dan vermindert eigenlijk op dat moment even de kwaliteit van mijn spier omdat ik hem overbelast. En die herstel om terug te komen naar dat normaal niveau, die duurt ongeveer 48 uur. Dan krijg ik een stukje extra herstel omdat ik de spier heb overbelast. Dus dan gaat de spier zich eigenlijk wapenen tegen nog een keer diezelfde belasting. Dat noemen we een stukje supercompensatie. Dat duurt tot 72 uur. En dan zakt hij langzaam na 96 uur weer terug naar normaal. Dus ideaal is het om tussen de 48 uur na de training en de 96 uur na de training, op die piek, ideaal is het om daar te trainen. Nou, als ik dat kijk naar elke dag, dan is dat om elke dag elke spier te trainen is te zwaar. Dan train je voor overbelasting. Als ik dan 1 keer per week train, dan ben ik over die 96 uur heen. En dan is het goed voor het onderhoud. Dus om het te onderhouden is 1 keer, 2 keer per week is ideaal. Wil ik echt, zit ik in de resultaatfase van mijn afslankprogramma, dan is het goed om vaker te trainen, een 3 tot 4 keer per week te trainen. En wil je je spiermassa ontwikkelen, dan is het goed om nog vaker te trainen. Alleen als je vaker dan 3 tot 4 keer per week traint, dan moet je een splitschema toe gaan passen. En dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat 1 spier die 48 uur minimaal rust krijgt. Maar na 24 uur kan je wel een andere spier trainen. Dus je kan wel elke dag trainen, maar dan moet je de oefeningen gaan splitsen. Dus ideaal een afslankfase adviseren wij 3 keer tot 4 keer per week. 8 tot 10 oefeningen van grote spiergroepen. En lekker flink zware aanpakken. Welke training zou je dan kunnen doen om de spiertraining goed aan te pakken? Nou, voor de hand is natuurlijk fitness training. Dat kan je doen. Daar kan je het heel specifiek en heel goed gericht kan je de spieren belasten. Maar er zijn nog veel meer manieren van spiertraining. Een heel oude bekende is natuurlijk gewoon gymnastiek. Uitstekende vorm van trainen van de spieren. Pilates is een hele goede manier. Daar train je natuurlijk ook coördinatie en lenigheid bij, maar ook de spier. Uithoudingsvermogen train je daar met name heel goed. Het calisthenics, het trainen in de parken, het optrekken en het opduwen, dat is een hele goede manier van spiertraining. Wel goed opletten dat je de spieren in balans traint. Want als je alleen maar opdrukken doet, dan heb je op een gegeven moment overontwikkelde voorkant en onvoldoende getraind aan de achterkant. Dus daar moet je met buiten trainen en zelfstandig trainen wel goed op letten. En bodypump is een training die de spieren prima aanpakt. Bij al die oefeningen is het altijd wel de uitdaging om binnen die 12 herhalingen die verzuring te bereiken. Dus dat is wel iets, daar kan je dan langzaam over trainen. Vooral de terugbeweging echt langzaam inzetten in de plaats van heel snel bewegen. En je zou zelfs gewoon oefeningen thuis kunnen doen. Internet staat natuurlijk vol van oefeningen. En je kan thuis met een paar gewichten, laat je wel goed oriënteren. Ga een keer naar een sportcentrum, laat je uitleggen welke oefeningen dat je daarvoor zou kunnen doen. Laat je wat veiligheidstips geven. Maar je kan zelfstandig met lichaamsoefeningen al een prima krachtprogramma volgen. Maar zoek vooral een van die activiteiten die je leuk vindt en die je ook kan blijven doen op lange termijn. Want daar zit het grote effect.